Ik heb voor Winsheim gekozen omdat ik toen ik hier rondliep op de open dagen en zo de sfeer heel fijn vond. En het zijn overal van dit soort werkplekjes door alle gebouwen heen. En de gebouwen zijn opgedeeld in letters, dus je weet ook heel gauw waar je moet zijn. En mijn opleiding stond hier ook goed aangeschreven. Je krijgt veel verschillende vakken die dan verdeeld zijn over 4 periodes. En qua aardrijkskunde verschilt dat tussen sociale geografie, dus wat gaat over mensen, en fysische geografie, wat gaat over hoe de wereld is ontstaan. Dat soort dingen, die vakken vind ik dan ook wel het leukste. Maar je krijgt ook vakken die gerelateerd zijn tot lesgeven, dus bijvoorbeeld didactiek of onderwijskunde. En ook dat zijn leuke lessen, maar wel heel anders ingericht, dat je dus echt leert hoe je moet gaan lesgeven. Aan het begin van het jaar had ik 1 dag in de week les. En dat heb ik nu weer, maar daartussen hebben we wel alleen maar online les gehad, doordat alles op slot zat. Maar ik merk wel dat het nu veel leuker is gelijk, omdat je al je klasgenoten visiet, je doet veel opdrachten samen en je gaat ook nog wel eens de stad in naar de les. Op zich kan je in de stiltecoupé best goed concentreren, want daar is het ook wel echt stil. En voor mij is het 50 minuten vanuit de Apeldoorn moeten, maar ik moet wel een keertje overstappen. Dus dat is voor mij altijd wat lastiger. Naarmate je verder in het schooljaar komt, wordt het wel steeds meer. En buiten de dossiers en opdrachten moeten wij ook heel veel veldwerk doen. Omdat je natuurlijk ook aardrijkskunde doet, dus je moet ook veel naar buiten. En dat is echt wel heel erg leuk om te doen. Ook vaak in groepjes, dat je dingen gaat filmen of zo. Dus dat is wel echt heel leuk.